Zij moeten zich voorbereiden op alle scenario's en in het bijzonder natuurlijk de worst-case scenario, de harde Brexit, waarbij er dus niks geregeld is. Hè. En we dus met het Verenigd Koninkrijk van de ene dag, van 29 op 30 maart, van de ene dag op de andere, met Groot-Brittannië zullen handel drijven zoals we vandaag handel drijven met Oeganda. Hè. Dat is op dezelfde manier, zo enorm zal het veranderen. Zijn de bedrijven daarop voorbereid? Zij doen hun best. Hè. Ze zorgen dat ze zich accrediteren voor de douane in orde te krijgen en dergelijke meer. Maar er zijn een aantal dingen die men natuurlijk niet kan oplossen en niet, ook zelfs de Vlaamse overheid niet kan. Ik geef een voorbeeld. Men verwacht in de haven van Dover geen files van 6 uur, maar mogelijk van 6 dagen. Daar kan het Vlaamse bedrijfsleven zich onmogelijk op voorbereiden. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.